Ja, wat we merken is dat de wereld om ons heen steeds sneller verandert. En dat Dijka en de medewerkers van Dijka daarin mee moeten. En daar hebben we een leiderschapsprogramma voor bedacht. Om onze leidinggevenden goed toe te rusten. Om in die concurrerende markt steeds beter mee te kunnen. We hebben de opleiding eigenlijk voor heel management georganiseerd. Dus van MT tot aan de werkvloer. Dus moet je denken aan alle leidinggevenden binnen de productie, binnen logistiek, in filialen, in sales en alle stafafdelingen. Het is de bedoeling dat zij tools en instrumenten aangeleverd krijgen, maar ook oefenen hoe ze in de praktijk bijvoorbeeld beter kunnen omgaan met prioriteiten stellen, maar ook hoe ze vertrouwen kunnen kweken in hun teams. Het is een hele praktische opleiding. Het is voornamelijk heel bruikbaar, dus direct toepasbaar in de praktijk. Dat heeft ervoor gezorgd dat we zelf al aan het veranderen waren tijdens de cursus. Ik heb vooral nieuwe inzichten gekregen in welke taken je mensen wel en niet kan toebedelen. En hoe je de verwachtingen aan mensen, hoe je die moet bijstellen en hoe je ze daarin moet sturen. Ik heb door deze cursus een andere kijk op mezelf gekregen qua stijl van leidinggeven. Ik heb er heel veel van geleerd. Het is niet zo dat ik nu meteen helemaal veranderd ben. Dat is een geleidelijk proces en dat zal ook in de loop van de tijd verder moeten ontwikkelen. Ik vond het een zeer interessante opleiding. En met name omdat je door verschillende aspecten van het bedrijf of verschillende mensen hebt leren kennen. Iedereen heeft eigenlijk zijn eigen probleempjes, zijn eigen wetenswaardigheden. Wat eigenlijk, als je het goed beschouwt, heel veel op elkaar lijkt. Dus eigenlijk hebben we allemaal met hetzelfde te maken en kunnen elkaar alleen maar versterken op die manier. Wat ik het meest onthoudende heb, is dat we van het gevoel af moeten dat we een interne klant zijn. Dijka bestaat uit verschillende aspecten. We hebben allemaal onze eigen bijzonderheden, onze eigen specialiteiten. En we beschouwen ons soms als een interne klant. En dat is niet zo. We zijn één Dijka. We hebben allemaal te maken met een externe klant die we zo goed mogelijk moeten bevoorraden. En hoe we dat doen, heeft te maken met je eigen specialisme. En daar kun je elkaar in helpen. Dat heb ik meegenomen van deze training.